Hele goede middag, sporters. Welkom. Ik ben Niels. Ik ben nu zo'n 2 à 3 maanden werkzaam bij Life City Amersfoort Centrum. En vandaag gaan we wat leuks doen. Ik ga jullie namelijk ongeveer 5 tips geven hoe je het beste als beginnende hardloper kan starten. Ik zal eerst even iets kort over mezelf vertellen. Ik heb zelf een vrij goede basisconditie omdat ik vroeger op redelijk niveau heb gevoetbald. In december ben ik daarmee gestopt doordat ik een zware blessure heb gehad aan mijn knie, waaraan ik ook geopereerd moest worden. Maar nu hou ik me vooral dus bezig met fitness, hardlopen en af en toe mountainbike ik ook. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is dus hardlopen. En we gaan ongeveer 5 tips bespreken. En hier komen ze. Tip 1. Waar we het over gaan hebben is je persoonlijke doel. Wat heb jij voor ogen? Wat wil je bereiken? Ben je bijvoorbeeld aan het trainen voor een wedstrijd? Of wil je afvallen? Of wil je gewoon meer uithoudingsvermogen kweken? Het is tenslotte een conditionele prikkel. Je kan het ook gewoon als cardio zien dus. Oké, nu even 2 voorbeelden. Stel je voor, je wilt bijvoorbeeld afvallen. Dan laat ik je ten alle tijde aan om als eerst het gedeelte krachttraining te doen en daarna een conditionele prikkel. Waarom? Als jij krachttraining hebt gedaan, dan is je koolhydraatvoorraad al op, waardoor je verder gaat op vetverbranding. Hierdoor zou je dus altijd meer vet verbranden dan dat je het andersom doet. Daarnaast heb je ook het zogeheten afterburn effect, waardoor je nadat je klaar bent met sporten, of met hardlopen in dit geval, alsnog steeds vet verbrandt. Voorbeeld 2. Stel je voor je wilt niet afvallen, maar je wilt juist conditie opbouwen, juist uithoudingsvermogen verbeteren. Dan kun je ervoor kiezen om je conditieprikkel als eerste te doen en daarna krachttraining. Op deze manier heb je alvast een warming-up gehad en ben je lekker fit. Punt 2. Juiste voeding. Juiste voeding is heel erg belangrijk voor het hardlopen. Je moet niet te zwaar eten, ook weer niet te licht. Stel je voor je gaat maximaal een half uurtje hardlopen, kan je het gewoon met een maraantje doen. Zorg er ook voor dat je goed drinkt. Als jij een half uurtje gaat hardlopen, is een half litertje water zeker genoeg van tevoren. Dan hoef je echt geen flesje mee te nemen. Maar zorg er vooral voor dat je licht verteerbare dingen eet. Dus bijvoorbeeld een cracker met pindakaas, een banaantje. Een banaantje is supergoed. Een kopje koffie, dat soort dingen. Punt 3. Dat brengt ons bij het volgende punt. Goed schoeisel. Zorg dat je ten alle tijde goede schoenen met demping hebt. Dit is echt iets wat blessures kan voorkomen. Daarnaast helpen die schoenen ook bij de afwikkeling van je voeten, wat ook heel belangrijk is. Dit helpt ook om blessures te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld naar een winkel gaan waar ze hardloopschoenen verkopen. Zo kan je bijvoorbeeld je voet op laten meten en je looppatroon bekijken. Zo'n schoen hoeft echt niet super duur te zijn, maar het is wel belangrijk. Tip 4. Goede warming-up. Soms wordt het nog wel eens onderschat. Een warming-up voordat je gaat hardlopen. Ik snap dat je snel wil beginnen, maar doe toch even die warming-up. Hoeft maar 10 minuutjes te duren. Denk bijvoorbeeld aan heel veel touwtjes springen. Of knieheffen, hakken billen, noem het maar op. En doe daarna ook nog heel veel wat rek-en-strek oefeningen. Hierdoor worden je spieren langer en kan je toch net misschien iets je tijd verbeteren die je vorige keer wel behaalt. Daarnaast is het natuurlijk ook super goed voor je spieractivatie en bloedsomloop. Is het natuurlijk hartstikke fijn als je lekker warm bent en ready bent om hard te lopen. Dan missen we nog maar 1 tip en dan kunnen we aan de slag. Laatste tip. Zorg ervoor dat je een juiste houding hebt. Juiste houding betekent bijvoorbeeld ellebogen in je zij. Hierdoor vang je het minste wind en zorg je er ook voor dat je in de juiste goede cadans komt, waardoor je het langer vol kan houden. Daarnaast moet je goed letten op je ademhaling. Deze is ook van belang. Als je goed focust op je ademhaling, kan je het langer volhouden. Even een kleine tip tussendoor. Je kan bijvoorbeeld ook op Spotify kijken. Daar zijn lijsten met echt specifiek voor hardlopen. Hierdoor kan je op een bepaald ritme lopen. En dan zo op die manier kan je het ook langer volhouden. Oké, dames en heren. Nou ja, dat waren mijn 5 tips. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik heb in elk geval lekker mijn rondje gelopen. Zet hem op en dan zie ik jullie weer hopelijk snel. Stay tuned!